Welkom op het mooie project Refuga Tasselt. Voor ons als Genkse staalconstructeur Parimetal toch bijna een thuismatch. We leveren hier bewerkt profielstaal voor de THV de Tjeestrabag, waar wij als Parimetal reeds een uitstekende samenwerking mee hebben sinds jaar en dag. De volledige werf is uitgewerkt in BIM en alle stalen profielen zijn in kwaliteit S355J2. Het uitdagende aan dit project is toch wel zijn diversiteit. We hebben blok E, waar we de dakspanten voor hebben samengesteld. Dit was in totaal een 18 ton HGB 220 profielen. Dan, qua tonnage, de interessantste blok C. Hier is zojuist het staal van de plus 7 gelegd. Die verdieping is al goed voor 18 ton. Per verdieping hebben we hier ook telkens 4 hoekkolommen in productie genomen. 1 hoekkolom bestaat uit een HGM profiel, over de volledige hoogte versterkt met gelaste platen van 15 mm. Dikte van de voetplaat van de eerste kolommen bedraagt 40 mm. Dan moet je als lasttechneut toch al weten waar je mee bezig bent. Voor ons, als EN1090 executieklasse 3 gecertificeerd bedrijf, is dit dagelijkse kost. Ten slotte hebben we nog blok B. Hier zit per bouwlaag slechts een 6 ton profielstaal in verwerkt, gaande van kolommen tot liggers. De werkzaamheden die ik tot nu toe heb beschreven zijn onze passie. Stalen dragende structuren voor ruwbouwtoepassingen. Het nadeel aan ons prachtige werk is dat er na oplevering quasi niets meer van te zien is. Dat is voor deze werf niet anders. Op de eyecatcher van de bouw na. De stalen inkomportiek. Waarom hebben we nu wel ja gezegd op esthetisch werk? Omdat het weer ging om een hoogstaand lasttechnisch dossier. De kokers van de portiek zijn samengesteld uit platen van een dikte van 30 mm. Vanuit het ingenieursbureau werd een V-naad van 10 mm voorgeschreven. Dit is allemaal uitgevoerd met het grootste oog op detail en kwaliteit. Een pareltje dat wij met ons volledig team koesteren. Eindelijk hebben wij een referentie die letterlijk kan en mag gezien worden.